De oprichting van het Observatorium voor de farmaceutische industrie is een heel belangrijk initiatief voor de sector. De startvergadering heeft plaatsgevonden op 19 september onder de bevoegdheid van minister Peters. Wat het observatorium gaat doen is het monitoren, analyseren en evalueren van de concurrentiepositie van onze farmasector. Onze farmasector doet het moment heel, heel goed. De investeringen nemen toe, de werkgelegenheid groeit, de export is heel substantieel. Maar die sterke concurrentiepositie is absoluut geen garantie voor de toekomst. Andere landen kijken met jaloerse ogen naar onze sterke farmasector in België. Denken we bijvoorbeeld aan de UK in het kader van de Brexit, maar ook aan meerdere andere landen in het kader van de aangepaste wetgeving Clinical Trials. Wat het observatorium gaat doen is om de 2 jaar een studie maken, een rapport uitbrengen, waarin de Belgische concurrentiepositie wordt vergeleken met die in een aantal benchmarklanden. Benchmarklanden die ook sterk staan qua farmasector. De vergelijking zal gebeuren op basis van meerdere criteria. Denken we bijvoorbeeld aan de fiscale aantrekkelijkheid, aan het aanwezige talent, aan de operationele omgeving en een aantal andere belangrijke factoren voor de locatie van bedrijven. Om de 2 jaar zal die studie gemaakt worden. Uit de studie zal dan door een stuurgroep conclusies worden getrokken en aanbevelingen geformuleerd. In die stuurgroep zitten academici, zitten overheidsadministraties en is ook de sector vertegenwoordigd. Die aanbevelingen zullen worden overgemaakt aan minister Peters en vervolgens aan de regering.